Ja, hallo. Goedenavond. Even weer alles bij elkaar zoeken. Even kijken. Ja, hier heb ik ook. Nou, het is weer. Het staat allemaal weer aan. Oh, het schijnt wel een beetje op het plasticje, zie ik, maar het maakt niet zo heel veel uit. Oh, kijk, het wordt al een gezellige, drukke bende. Even kijken, ik denk dat ik misschien heel even iets met de lamp moet kijken. Even zien. Dus nu met het zonnetje schijnt een beetje binnen. Goedenavond. Zo wordt het denk ik te donker. Zo is het. Zo, doe ik toch maar zo. Misschien heel even iets of wat mijn rolgordijntje naar beneden. Zo. Nou, maakt niet zo heel veel verschil. Ik leg het plastic daar toch aan de kant. Nou, goedenavond. Ik zit weer klaar met een aantal spulletjes. Oké, is de bende van de lende weer aanwezig, Monique? Nou, dan wordt het weer gezellig. Ik ga vanavond aan de slag met deze stempels. Die zijn een tijdje geleden uitgekomen, zijn van Studio Light. En ik heb het allemaal al een beetje te inkleuren. En daar ga ik vandaag een leuke art journal pagina van maken. Deze is de Flower Stories. Die heb ik hier alvast ingekleurd. Ik zal het eventjes zo neerleggen, dan schittert het al iets minder. In verschillende kleursamenstellingen heb ik die zelf al ingekleurd. Dus die kunnen we kijken of we die gaan gebruiken. Dit is de Shell Bouquet. Wacht even, dit zal ik even zeggen, is de stamp 426. De Shell Bouquet is de stamp 428. Die zit hierop. En dan zit ook nog zo'n leuk schelpje met een bloemetje bij. Dus dat is deze. En dan nog die hele leuke met de inktvis. Dat is de stamp 429. En dat is de Flower Squid. En squid is inktvis in het Engels. Dus dat is wat bij deze serie zit. En ik zal heel even, want ik had het foldertje er even bij gepakt. Kijk, hier staan ze in het foldertje van de Studio Light. En dan zijn er ook nog die twee. Deze is Jeline van de week mee aan de slag geweest. Die ben ik ook al aan het inkleuren. Kan ik ook alvast even een preview van laten zien. Kijk, die ben ik ook al aan het doen. Dat is de stamp 425. Maar die wil ik gaan combineren met iets met honingraadjes. Vandaag gaan we weer het C-thema. En dan heb je ook nog die met die citroen. Hè? Die heb ik ook al gebruikt afgelopen week. Superleuk. Dus dat is deze keer. Dit is allemaal gekleurd met potlood. Ik zie je vraag voorbij komen. Ik kleur eigenlijk het liefst in met potlood op het moment. Dat is, dus eventjes, daar heb je van die fases. Hè? En als jullie mijn YouTube-pagina in de gaten gaan houden, dan zal ik met regelmaat een filmpje plaatsen dat ik nog iets afkleur, zeg maar. Dus dan ga ik bijvoorbeeld deze, zou ik kunnen zeggen, van dat ik die van de week filmend afkleur. Dat ik die bloem nog kleur aan deze vind, of hoe noem je het, hè? Dus zoek even mijn YouTube-pagina op en dan krijgen jullie tips voor het inkleuren. Mijn tips dan, hè? Want ik zeg echt niet dat de weg is. Maar dit is wat ik vanavond ga gebruiken. Ga ik laten zien wat ik ga maken? Nee, ik ga het vandaag een keertje niet laten zien. Ik ga gewoon beginnen. Dat is ook wel eens leuk, hè? Ik leg het heel even aan de kant, want dat heb ik straks natuurlijk wel nodig. Even. Zo. Eens even kijken. Ik start. Ik ga starten met een eigen achtergrondje maken. Een sliertgeval ding, ja inderdaad. Ja, noem je dat bij poten bij een inktvis, geloof ik toch? Het zijn gewoon poten. Ja, die bloemen met die buitjes zijn ook leuk, hè. Maar ja, ik ben eerlijk gezegd ben ik wel een beetje fan van de, ja, van die zeethema. Dat is wel echt mijn ding. Ja, het is een verrassing gewoon. Ik ga eerst de achtergrond maken. Een keertje weer eens. Ik heb nog genoeg gelprints. Ik ben met de jellyfish in mijn hoofd.
gelprints liggen, maar ik ga gewoon helemaal een nieuwe maken. Een keertje een ander techniekje. En daarvoor heb ik een stempelblokje. En een sprayflesje. En wat distress inktjes. Even kijken. Deze hoort hierbij. En deze hoort hierbij. Zo. Ik ga in het blauw werken vanavond. En dan ging ik beginnen, als ik dit zo eventjes neerleg. Zo. Ik ga beginnen met op dit blokje de faded jeans te doen. Even kijken. Zo stoot ik wel eens tegen mijn camera, maar ik kan geluid geven misschien. En ik doe gewoon, en dat is van de oxide heb ik nu. En dan doe ik gewoon wat inkt op mijn blokje. Ja, ik ga even wat kliederen en daarna de pagina maken. Dus ik denk dat is ook wel eens een keer leuk. Ik spray wat... Oh kijk, ik ben hier ook al aan het... maar dat geeft helemaal niks. Misschien moet ik dit even alvast onder leggen. Zo. Ik heb dus inkt en water op mijn blokje zitten. En een beetje inkt op mijn papiertje gedaan. En dan draai ik hem zo om. En dan leg ik hem erop. En dan laat ik het even intrekken. Even een ander papiertje erbij pakken. Zo. Even rustig neerleggen. Ja. Nou. En ik haal hem voorzichtig af. En dan laat ik het overtollige inkt wat ik hier heb nog even lopen. Dat hij niet helemaal, dat hij er een beetje langs is gelopen, dat geeft helemaal niks. Het wordt straks allemaal nog verwerkt met van alles nog erop. En dit droog ik eventjes. De ondergrond afhouden, dan kan de warmte eronder ook uit. Ik werk op 300 grams aquarelpapier van Florence, de smoes. Dat kan best wel wat water hebben, dus dat is voor vandaag wel een fijn techniekje. Hi. Janine, ga lekker nog even kleuren. Altijd gezellig en dan inderdaad tot morgen. Dan gaan we weer naar jou kijken met al het nieuws wat we weer kunnen aanschaffen, hè? Dat is weer een gevaarlijke live natuurlijk, hè? Als we naar jou kijken. Nou, ik herhaal dit. En dan wil ik hem hieronder ook nog even een neerzetten. Zo. En dan laat ik hem weer even intrekken. En ik heb nu expres oxide gebruikt, omdat dat al meteen eigenlijk het effect geeft van een aantal laagjes. Dat is dus weer het leuke effect van oxide, hè? Oh. Nou, dat is helemaal prima, Janine. En distress paint, daar heb ik me eigenlijk gewoon nog niet aan gewaagd. Ik heb alleen Amsterdam in huis. Dus ik moet eigenlijk maar niet kijken, want dan zul je zien dat ik dan toch overstag ga. Ik heb van distress eigenlijk alle kleurtjes, gewone en oxide. En een paar sprays en verder heb ik me nog weer in weten te houden op dat gebied. Nou, deze droog ik ook eventjes. Ik heb vorige week een bestelling met van alles nieuws binnengekregen. Dus daar gaan we eerst maar eens mee aan de slag. Daar ga ik vanavond ook iets van gebruiken. Nou, oxide is dus wat ik net zeg. Kijk, hier heb ik eigenlijk geoxideerd
de inkt. Je ziet in, ik heb maar één kleurtje gebruikt en je ziet eigenlijk verschillende kleuren. En het wordt een beetje kalkachtig. En de gewone distress is wat, wat helderder. Ik kan eigenlijk misschien wel eventjes... ik heb hier nog een papiertje liggen. Ik zal hem dezelfde techniek even doen met dezelfde kleur. Ik heb vanavond alle tijd, dus als we uitlopen is dat niet zo erg. Ik pak hier gewoon nog zo'n... Als je teksten wil stempelen, geen zwart. Wat raad je dan aan? Ik wil nog wel eens ooit gewoon de kleur pakken die ik gebruikt heb ja, bij mijn creatie. Dus bijvoorbeeld vandaag zou ik kunnen kiezen voor blauwe inkt. Dat het daar een beetje bij matcht. Of donkerbruin of grijs. Grijs is op zich ook wel mooi. Dat is minder hard. Nou, ik heb nu dus de gewone Distress. Faded Jeans. En dan gaan we dezelfde techniek doen. En dan zal ik ze dadelijk langs elkaar houden. En dan zul je zien dat er echt wel verschil in is. Dezelfde kleur. En dan de gewone nu. En ja, van grij- ik heb zo'n, ondertussen dat dit even droog trekt. Ik heb zo'n bak van Memento. En daar heb ik al die kleurtjes van. Dus dat is dan, ja, dan kijk ik gewoon een beetje van, nou, wat zit er in mijn creatie? En laat ik eventjes die kleurenkaart er langs. Kijk, en dan zou Rich Cacao een mooie donkerbruine zijn. Of die Espresso Truffel, dat is nog een beetje donkerder bruin. En die Grey Flanel is ook een hele mooie. En groen, als je wat een kaartje hebt gebruikt met groen. Dus dat zou, daar kun je eigenlijk van alles mee doen. Nou, deze ga ik er weer voorzichtig afhalen. Laat ik dit ook even een beetje lopen. En je zult vaak zien dat deze helderder is van kleur. Van welke inkt? Nou ja, ik werk eigenlijk bijna altijd met Memento. En dan de Memento... ja, die ik net liet zien. En daar is de andere. Die... op deze. Zit ondertussen achter mij. Of van VersaFine Claire. En dan heb je die ook allemaal in verschillende kleuren. Dat vind ik fijne stempelinkten. En ga je inkleuren. Dat je zegt ik wil bijvoorbeeld een keer iets anders stempelen. En doe je met Copic. Dan moet je met Memento stempelen. Dan kan je geen ander merk gebruiken. Anders dan gaat het uitlopen. Maar met potlood maakt het niet uit. Ik klek ze even langs elkaar. En dan zie je dezelfde kleur. Ik zal het eventjes zo laten zien. En dan, ja, ik weet niet of dat op de camera goed te zien is. Deze is een beetje doorzichtiger. En deze heeft een beetje een kalkachtige... ja, waas eroverheen eigenlijk. Nou, ik doe hem ook nog eventjes, dat vind ik echt wel leuk. Misschien bouw ik ze alle twee wel op. Ik heb nog genoeg stempels liggen zoals jullie zitten. Nou, ik zie dat het toch nog hartstikke druk is. Er waren er eigenlijk maar zo. Ik dacht dus straks, ik gooi hem even in de herhaling, mijn aankondiging. Want er waren er zo weinig die op geklikt hadden, geïnteresseerd of gaat. Ik denk, misschien hebben jullie mijn aankondiging gemist. Kan natuurlijk. Of ja, hadden geen zin om te kijken, dat mag ook. Er zijn natuurlijk lives genoeg weer, maar ik zie dat we toch met een leuk clubje zijn gekomen. Dus dat is altijd gezellig. Ja, klopt inderdaad. Het is echt dezelfde kleur, maar heeft echt een... Dus het is ook wel heel leuk om ze... Ja, ik wil jullie niet op kosten jagen, maar... om ze ook alle twee op één pagina te gebruiken. Want dan heb je toch een beetje dezelfde... Ja, dit is, als ik geen water gebruik, dan krijg ik niet zo'n mijn vakje helemaal ingekleurd. Dat kan ik zo meteen ook nog wel even laten zien. Voor deze techniek ja, is het de bedoeling dat het een beetje een watercolor achtergrond wordt. Maar ik kan dadelijk wel even laten zien wat er gebeurt als je geen water gebruikt. Maar dan kun je misschien beter...
Ja, daar zijn we blij mee, hè, Janine, dat ze allemaal gezellig bij ons aan schuiven. Hè? Ja, echt leuk. Ik heb altijd zoveel zin in om live te gaan, omdat het gewoon altijd ja, een gezellig uurtje is. Ja, blauw is altijd goed, hè? Moet ik heel eerlijk zeggen. Als ik met blauw werk, dan is het al, gaat het al bijna niet fout. Dan heb ik denk ik nog een papiertje liggen, want volgens mij... Oh, nou heb ik de verkeerde gepakt. Nee, toch niet. Ik heb de verkeerde. Ja. Ik zit helemaal niet op watercolorpapier te doen, mensen. Ik heb mijn papiertjes gepakt die... Nou, ja, zie je, dat gaat dus ook. Ik zit op de Florence, de... ik zit het op deze te doen. De gewone waar ik altijd als basiskaart gebruik. Ik heb de verkeerde gepakt. Ja. Zo zie je. Dat kan zelfs. Nou, dat is dan ook meteen weer goed om te weten. Want dit bobbelt eigenlijk net zo erg als mijn... Alleen je ziet het op de achtergrond er doorheen. Dan moet ik hem daar wel eventjes snijden. Want ik had die op maat gemaakt. Ik heb hier wel eventjes een... Nou, dat gaat lekker. Pak ik meteen de verkeerde papiertjes. Even kijken. Ja, dan duurt het denk ik heel lang voordat het droog is, Yvette. Dat zou je moeten proberen. Of dat... Nou, dan gaan we nog eventjes op de watercolor doen. Zonder water. Ja, dan is het gewoon een, dan krijg je weer een heel ander effect. Kijk, de inkt is natuurlijk een beetje nat... Maar dan krijg jij nooit het hele vlakje gekleurd. Dus, maar ja, inderdaad, probeer het uit. Maar ik denk dat je heel veel geduld moet hebben. Want er zit echt een hele splets water onder, hè. Ik kan er dadelijk wel eventjes eentje neerleggen. En aan het eind van de rit kijken wat er gebeurd is. Kijk, dit is het zonder water. Ook leuk. Maar ja, het is ook een ander effect, hè. Maar zo zie je, je kunt lekker experimenteren. Nou, gaan we er eventjes nog eentje doen. Met water. Die ik dan even laat liggen, wat er dan gebeurt. Het is ook maar net hoeveel water spray je erop, hè? Oh ja, ik ben inderdaad... dat is inderdaad, dat zijn de details, hè? Dat is natuurlijk een... helemaal over nagedacht, dat snappen jullie wel, hè? Nou, dit gaat gewoon zo even aan de kant. Kijk, even kijken, waar ga ik ermee naartoe? Ik ga heel eventjes dit hier neerleggen, dan kan ik dit straks zo bijpakken. Zo. Goed. Bij mijn voorbeeld heb ik deze gebruikt, dus die ga ik nu ook gebruiken, want ik wil de pagina's langs elkaar gaan houden. Want dan matcht het leuk met elkaar. En dan moet ik hem eventjes gaan snijden. Want hij moet zijn 14. Even kijken, als ik hier een half afhaal, dan zit het ongeveer wel 14 bij 20 moest hij zijn. Dat had ik nog niet gezegd, hè? Naar mijn basispapiertje. Ja, dit is echt leuk om te doen, hè, Marjan? Jij hebt het laatst ook weer gedaan, een keertje zag ik. Ik ga het dan weer gebruiken eigenlijk als basis van de pagina. Ik ga dit hier ga ik helemaal niet... Dat, je ziet er straks ook weinig van. Ik wil gewoon laten zien dat je... op deze manier snel je blaadje vol hebt met kleur. Goed. Nou, zoals jullie dus net gehoord hebben... Dit gaat ook gewoon op, het, op de basiskaart... Nu gaat er geen water meer opkomen, dus hij wordt niet meer nat. Ik ga de Tumbled Glass er nu even bij pakken. En een... Even kijken. Die blauw zitten van gisteren. Eventjes een beetje schoonmaken, anders is Tumbled Glass wel heel donker. Dit was de Broken China die hier nog op zit. Dat had ik wel even kunnen doen, hè. Maar dan zien jullie dat je zo'n kwastje
gewoon weer schoon kunt vegen. Zo. Dan geeft hij geen kleur meer af. Ja, weet je, dit kan niet mislukken eigenlijk. Hè? Dus ga gewoon spelen. En ja. Net wat ik net zeg. Wat je net wilt zien, ga probeer het uit. En als het ja, niks is, is het niks. Dan plak je er iets overheen en dan is het ook weer verstopt, hè. Nou, ik ga hier nu eventjes het wit een klein beetje met de tumbled glas blauw maken. Want ik wil eigenlijk een beetje een onderzee achtergrondje hebben voor mijn ingekleurde schelp met bloemen. Dit is genoeg. Dat is de tumbled glas. En dan heb ik een stencil. Het stencil van Dutch Doobadoo. Dat is deze. De Dutchy Mask Art Elena 470784220. En die ga ik even zo neerleggen. Even kijken hoor, want de gaatjes komen aan deze kant. Nee, ik ga hem zo neerleggen. Even zien. De gaatjes komen aan die kant. De andere pagina heeft de gaatjes aan deze kant. Ja. Ja. En dan wil ik nu zo gaan werken. Dit is, ja, ik hou van cirkeltjes. Dus daarom is dit sowieso al een leuke stencil, hè. Nou, ik leg hem een beetje uit, uit de pagina, dat die cirkels hier er maar half op staan. En ik ga naar de Broken China Oxide. En dan ga ik er gewoon ook op mijn blauwe vakjes. Draai ik eventjes door het stencil heen. Daar ga je niet heel veel van zien. Maar toch net iets. En dat is alles wat net iets is, is genoeg. Ja, dat zien jullie dus zo niet. Dat ga ik even laten zien. Want dat is ook weer het leuke van oxide. Daar kan je ook lekker op elkaar mee werken. Dus ja, zo zien jullie het wel. Blue Margoon. En dan moet ik daar eventjes kijken of ik die heb. Die moet ik vast al hebben. Is het ook, dat is ook, ja, dat is ook blauw natuurlijk. Bloem. Ik zal zo eens kijken of ik die veel gebruik. Normaal gesproken is het bij... Zo'n pagina opbouwen zeggen we vaak in alles in drie. Maar vandaag gaan we alles in twee doen. Want ik ga in een lijn werken. Blue Lagoon. Ik pak heel even mijn Blue Lagoon Stormy Sky heb ik hier. Rose Ribbon. Enchanted Marine. Ik denk dat ik hem weer niet. Shit. Never feel it all. Nee. Nou, dat is een kleur die ik niet eens heb. Dus die kan ik er niet bij pakken om te kijken of het. Mermaid Lagoon. Is ook van. Oh, wacht, dat denk ik, die heb ik in het klein, denk ik. Nou, het is vandaag uitzending van Alles bij elkaar. Heb ik die hier in dit klein. Salty Ocean. Blueprint Sketch. Dat is deze. Die heb ik wel. Dat is toch ook een mooie kleur. Die ga ik gebruiken om te stempelen. Pak die gewoon om te stempelen erbij. Die
wel. Dit is toch wel een mooie kleur. Bedoel je deze? Die is iets feller blauw. Even denken. Wat had ik nog meer gedaan? Ik had ook nog, kijk of dat er nu kan, want ik heb nu natuurlijk geen water. Dit heb ik vergeten net. Het is ook altijd heel leuk om met water te spetteren in je. Zo. Dat moesten we nog even doen. Want dat geeft dan ook weer een leuk effect, hè? Te fel vind je die? Ja, dat kan inderdaad. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker freestylen een beetje. Ik heb deze natuurlijk ook nog, hè? Ik ga hem gewoon hier gebruiken. Ik kan die even drogen. Ik heb die dus niet in de oxide, zie ik nu. Daar kom ik ook nog even ergens achter, hè? Oh ja, ik vind dit wel een mooie kleur. Het lijkt wel een beetje eigenlijk op die Broken China. Maar hij is inderdaad veller. En dat komt nu ook, want daar kan je dus nu ook het verschil zien. Want ik denk als ik de Broken China. Ja, die is trouwens donkerder blauw. Kijk, dit is de. Dit is met oxide gedaan, de Broken China. En dit is met die Mermaid Lagoon gedaan. Dus het is inderdaad helderder blauw. Maar zo op die faded jeans, de gewone, staat die toch wel heel leuk. Kijk, en ik heb nu best wel flink geduwd. Als je zachtjes doet, want dat is natuurlijk ook, je kunt spelen met de druk, hè. Ik zal even laten zien, ik ga hier even minder hard drukken. Ja, ik vind hem ook mooi hoor. Gewoon gebruiken. Moet ik hem hier natuurlijk wel eventjes weer ook iets harder afdrukken. Dat hij hetzelfde. Want dat is bij mij error in mijn hoofd als dat niet gelijk is. Zo. Dus ja. Mooi. Je hebt ook wel een mooie heldere kleur blauw. Ja, zo heb je toch eigenlijk al, ja, toch een beetje dezelfde kleur gebruikt, dezelfde techniek gebruikt. Maar omdat je hier met oxide hebt en hier met de gewone, geeft het al wel net even een ander effectje. Ik zit intussen te kijken naar mijn blokje, want er ligt nog een hele plas water onder. Zo ga ik natuurlijk wel alles door de war gooien hier. Goed. Ik ga stempelen. En daarvoor heb ik deze stempel uitgekozen. De stamp 252. Die is van de Vintage Treasures. Ja, die vind ik gewoon super leuk. Die met die stipjes en die ruitjes. En ik heb net met de Broken China. Gewoon de oxide die stencil gedaan. En dan pak ik de gewone. En ik stempel gewoon vanuit het sheetje. Op mijn pagina. En dan mag hierboven dit nog een beetje uitlopen. En hier aan de zijkant ook. Zo. Kijk, ook weer een laagje extra. Die leg ik aan de kant. En dan mag er ook een zwarte. En dat is mijn favorietje. De background stamp 370. Die met die stipjes. En dan pak ik de Versafine Claire de Nocturne. Dus nou ga ik voor zwart. En ik
ook weer gewoon op het sheetje nu. En ik stempel hem helemaal. En ik ga hem nu helemaal ook gebruiken. Even plaatsmaken, dat ik even fijn het neer kan leggen. En ik ga van de ene hoek naar de andere hoek nu. En ik duw er gewoon even op en ik haal hem eraf. En dan kom ik nog een klein stukje tekort. Ja, deze is echt... Die heb ik al zo vaak gebruikt, deze. Zo. En ik zal hem eventjes toch maar schoonmaken, zodat hij alles zwart ziet. Zo. Nou, dan zijn we bijna klaar met de achtergrond. Maar ik wil hem nog heel eventjes nog extra met de, waar is de tweede jeans? En dan de oxide nog. En jullie zien, hè, ik doe het steeds met hetzelfde borsteltje. Beetje af op mijn, en dan zet ik even de randjes nog aan, dat die wat blauwer komen te zien. Dan lig ik toch in het zwart, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Daar ga ik nog wel iets overheen. Ja, allemaal puntjes. Gewoon een stempel met puntjes. Hier staat er niet op, maar je kunt door die puntjes steeds een stukje te gebruiken. Of hem helemaal, zoals ik nu gedaan heb, ja, superleuke creatie maken. Ik vind het echt een gave stempel. Nog heel even hier er een beetje overheen, dat hij niet heel wit ziet meer. Nog een beetje wit mag wel, dat is altijd wel mooi. Ik wrijf echt nou mijn borsteltje weer schoon. Zo. Nou, dat is eigenlijk de achtergrond voor zover. Mooi, hè? Ik vind hem ook leuk. Nou ga ik er dadelijk een cirkel op plakken. Waardoor dat je die blokjes eigenlijk niet meer ziet. Dan lijkt het net dat het een heel vlak is. Maar het is zo ook al heel erg leuk om alleen het plaatje erop te plakken uiteindelijk. Hè? Even kijken. De inkt kopen. Ja, dat kan je natuurlijk bij Hobbyvision kopen, hè? Ik heb de inktjes trouwens niet gelinkt. Dat ben ik vergeten, bedenk ik me nu. Het belangrijkste van de creatie. Ik heb dadelijk trouwens de kleurtjes nog even nodig. Want, wat ga ik doen? Ik ga deze stans erop verwerken. Ik had ook geschreven dat het een schutdingetje wordt. Hè? Een schutgedeelte. Nou ben ik helemaal niet van de schutkaartjes. Maar bij Hobbyvision op het blog loopt nu een challenge. En dat is, maak iets van een schutgedeelte op je creatie. En daar had ik eigenlijk nog niet van gemaakt. En aangezien ik ook wel van een challenge hou, ga ik dus nu mijn kaartje maken. En de art journal, daar kan je natuurlijk ook een schutdingetje doen. Hè? Dit is de nieuwe stans van Stule Light. Dit is de porthole. En dit is de CD530. Nou, daar kan je hele leuke grote kijken... venstertje van maken. Alleen ik gebruik nu alleen het ronde gedeelte. Deze. Die ga ik alleen maar gebruiken. Nou, die heb ik al gestanst. Kijk. Die stanst zo uit. Maar ja, dit wordt dadelijk de achtergrond voor mijn schut. En ik vond het wel leuk als daar dan twee laagjes in komen. Dat je dus nog een wit randje ziet. Dus dan heb ik hem gestanst. En dan deze erop gelegd. En dan weer uitgestanst. Dan krijg je die blauwe. En als je de tweede pakt. En die dan ook weer stans van een ander kleurtje. Dan komt er dus net zo'n mat laagje onderuit. Dat is natuurlijk wel een leuk effect, hè? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar wat de dames in petto hebben vrijdag. Dan hebben we natuurlijk weer die leuke surprise workshop dag.
Dus mocht je jezelf nog willen verwennen voor Moederdag, dan kan je hem nog aanschaffen. Hè? Dan kan je nog meedoen. Deze moet ook nog eventjes, dat doe ik even eerst. Dan heb ik geen inktjes meer nodig. Maar dan ben ik mijn stencil intussen kwijt. Het zal weer eens niet, hè? Want die moet ook nog eventjes met de broken china. Ja, natuurlijk. Ik kan wel vasthouden. Een beetje. Ja. Dat was dat. En dan moet ik nog even de faded jeans voor het randje hebben. En dan is dit mijn achtergrondje. Daar ga ik dan nog even een tekst op stempelen. En dat, daar komt dan mijn schuts. Venstertje op. Nou, even kijken of ik hem in elkaar geflans krijg. Want dat is niet, ja, wat ik zeg, niet echt mijn ding. Ja. Ik kan stencils net zo goed als ik designpapier niet zo goed kan weerstaan, kan ik stencils ook vaak niet zo goed weerstaan. Dus die moet ik meestal ook hebben. Kijk, dan komt dit zo meteen hier. Dat is het idee. Moet ik zo meteen wel even in de gaten houden dat hier de gaatjes komen. Even kijken. Hoe ga ik het dan doen? Misschien ga ik deze onder doen, hè, had ik bedacht. Ja, deze komt hier. En dan komen hier de gaatjes. Dus daar moet ik zo meteen even rekening houden. En dan komt hier dit op. Maar dan heb ik natuurlijk van Mika een stukje nodig. Oh ja, daar staat dat trouwens op. Ik heb die niet. Maar in dit rondje past de shaker blister van Stühle Light, de Bliss 08. Dus dat is handig dat ze dat erop zetten. Maar ik heb geen blisters. Ik heb hier deze al uitgestanst, maar die moet ik nog even helpen met de schaar. Want hij stanst er niet helemaal door. Doe dan Mika. Dus dat doe ik eventjes met de schaar. En hij mag één tintje altijd nog wel kleiner worden. Want ik heb natuurlijk nog die... Zo. Dus die moet ik nu... achter deze twee gaan plakken. Moet ik eerst even deze op elkaar gaan plakken. Nou, mensen, dan gaan we het krijgen. Ja, ik moet zeggen, ik was ook heel erg blij met de kaart die ik er gisteren al, of de pagina die ik gisteren al had gemaakt. Heb je wel zoiets, hè? Dat je ook echt tevreden kunt zijn over wat je gecreëerd hebt. Dus ik ben hem eventjes een beetje aan het namaken. Want dan worden er twee pagina's langs elkaar in mijn art journal. Of ja, ik heb gewoon een planner, map, en die gebruik ik als art journal. Ik gebruik eigenlijk, of alles wat ik inkleur, vind ik zonde om te versturen. Heb ik al wel eens verteld, daar ben je zo lang mee bezig. Dus meestal maak ik daar creaties voor mezelf. En dan kan je dat af en toe leuk in je map kijken van wat heb ik allemaal gemaakt. Nou, ik heb hier een stukje, een rolletje met dubbelzijdige tape. En die ga ik zo een beetje manipuleren, dat die in het rond helemaal vol zit dadelijk met tape. Ja, maar wat ik dus zeg, je kunt hier ook gewoon een blister voor gebruiken, blister 08. Ja, ik ben ook niet van de, ja, wat ik al zei, maar goed. Wij doen die challenges op het blog eigenlijk expres. Ook een beetje dat je een keertje uit je comfortzone knutselt. Nou ja, dat ben ik dus nu ook aan het doen. Want uit mezelf maak ik ook niet zo snel een shakerkaart. Schappen. Dat sommigen maken bijna altijd een shakerkaart. Ik denk dat je er iets mee hebt of je hebt er niks mee. Maar ik moet zeggen, bij deze pagina komt het straks wel leuk uit. Een beetje dat bling bling. Dat geeft al een beetje nog meer een waterachtig effect.
ik doe het ook gewoon maar zo op mijn manier. Nou, kijk, hier zit dus nu rondom tape. Dat is helemaal niet erg dat dat zo een beetje schulp zit. En dan plak ik dit cirkeltje daar weer op. En dan heb ik het venster uiteindelijk, hè. Omdat ze even groot zijn en ik niet helemaal netjes geplakt heb, kan zie ik hier nog een klein randje van mijn Mika. Zo. Maar dat kunnen we wegknippen. Eventjes een beetje mijn vette vingers eraf poetsen. Kijk, ik ga hier dadelijk ook inderdaad mijn stempel op verwerken. Hier dadelijk zo die schelp met bloemen. Nou, dit komt hier dus achter. Maar ja, zo kan je niet schudden als er geen... Dus hier moet dan weer foamtape op. Nou, heeft Studio Light ook van die smalle foamtape. Dus dat is dan wel heel fijn. Ik heb nu de 1,5 mm bij 6 millimeter in de breedte. En inderdaad, als je ermee bezig bent, dan is het inderdaad best leuk om te doen. Dat klopt. Maar op een of andere manier zal ik het bij een kaart niet zo gemakkelijk erbij pakken. Maar ja, wie weet. Misschien raken we er ook nog een keertje helemaal verslaafd aan. Oei, jee, het is alweer. Ja, we gaan uitlopen vandaag hoor. Want ik heb nog niks op de pagina zitten. Hè? Ja. Dan degene die kunnen blijven lekker plakken. En anders dan kun je altijd terugkijken. Ik heb natuurlijk nog wel 20 minuutjes. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Nou, hier moet je natuurlijk voor zorgen dat deze uiteindjes aan elkaar sluiten. Anders dan... schud je je materialen zo meteen al tussenuit. Ik moet natuurlijk nu niet vergeten dat ik hier nog op wil stempelen. Zou ik alweer bijna doen, hè? Ja, dat is dan weer wel, hè? Ik heb wel een hele hoop shaker materiaal in huis. Want inderdaad, die potjes kun je niet weerstaan, hè? Ik ga nu dit potje zo meteen gebruiken. Die van Nelly Snelle, die Sequins Blue. Die heb ik in alle kleurtjes, maar wat doe ik? Ik doe die Sequins... net als zo die deze. Ik vissel die uit met mijn pincetje. En die plak ik dan op mijn creatie. Als extra versiering. En net die hartjes en die bloemetjes. Dus ik heb wel heel veel schudmateriaal. Maar ik gebruik het niet om te schudden. Ja. Dat is dan weer... Even zien, ik moet de stempels hebben. Want ik moet een tekstje hebben. Nou, ik had hier, ik noemde mijn project Flowers of the Ocean, omdat die tekst hierop stond. En die heb ik bij mijn voorbeeldkaartje gedaan. Dus ik denk dat ik nu, voor mij nu de Cover Me in Flowers pak. Dat vind ik dan wel leuk dat ze beiden een ander tekstje hebben. Maar soms is het gewoon al leuk om te hebben voor de heb, hè. En dan kost het niet zo heel veel die bakjes. En dan denk je, toch maar eentje bij bestellen. Dan kan ik weer niet kiezen. Pak ik blauw, pak ik paars, pak ik roze. Ik plak ze gewoon op en dat doe ik gewoon met mijn lijmpistool of met de Dutch Doobadoo lijm. Dus ik kan dat dadelijk ook nog eventjes doen bij deze creatie eventueel om te laten zien. Even kijken, ik ga even stempelen en dan wil ik dan natuurlijk wel recht. Even kijken, een beetje dat de cirkeltjes ook recht zitten. Dat is dan weer een beetje wat... net als vind voor het oog. Ja, nu voor drops kan ook. Op Mika, dat denk ik wel. Dat zal denk ik wel drogen. Nu voor drops. Even kijken. Want. Wacht even. Ik moet heel eventjes nu eerst gaan bepalen hoe mijn stempel gaat komen. Dat ik niet dadelijk. En ik ga nu mijn. Ingekleurde. Waar is die nou? Ook al weg.
nou word ik helemaal gek. Nee, dan moet ik toch de gekopieerde pakken. Het origineel is weg. Nou, echt jongens, ik moet hier altijd zo lachen. Ik kan hier altijd van alles wegtoveren. Maar dat heeft niks, want ik heb hem gekopieerd. Kijk, deze blauwe komt erop. Nou, dan pakken we even de gekopieerde. Ik had eigenlijk zoiets van, ik pak nu mijn originele. Want hij komt in mijn map. Maar goed. Ja, ik heb wel vaker gezegd, ik kopieer mijn originele eventjes met de printer. Want dan kan ik die gebruiken als knipplaatjes, als extra knipplaatjes. Nou, ik snap er helemaal niks van dat die kwijt is. Die vind ik straks weer na de live. Dat is altijd zo'n dingetje. Die ligt het ook niet. Heb ik hem dus straks ook niet laten zien. Nee. Oh, die ligt, weet je waar die ligt? Die ligt nog onder de printer. Ja. Tuurlijk. Ik pak toch de originele, want dat vind ik dan wel leuk, omdat het... Kijk, zie je het? Het scheelt niet zo heel veel in kleur. Het wordt ietsjes lichter als je het kopieert. Maar hier kan ik dan nog leuke kaartjes van maken, hè? Nou, die had ik dan eigenlijk al uit willen knippen. Maar dat heb ik niet gedaan. Toen ben ik... Dat klopt, ja. Je kunt die Nuvo Drops inderdaad op een sheetje doen. Hè? En dan naar de rand eraf pakken en dan opplakken. Dat heb ik inderdaad ook wel eens mensen zien doen, ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dan maak je eigenlijk je eigen pareltjes, hè. Nou. Dan moet ik eventjes... Nou, zijn deze lukkig niet zo heel ingewikkeld om te knippen. Dat is dan weer fijn. Ik zal van de week, als ik nog een keertje ga zitten kleuren en dan film voor mijn YouTube kanaal, zal ik eventjes kijken of ik de kleurtjes allemaal kan noemen, ook van die ik gebruikt heb van de andere plaatjes. Want ik ga ze natuurlijk niet allemaal opnieuw inkleuren. Ik heb hier verschillende tinten blauw van verschillende lijnen van Derwent. Ik heb eigenlijk van Derwent heb ik de Colorsoft, de Chroma Flow en de Lightfast. En die heb ik hier allemaal gebruikt. En dan kleur ik meestal met 3 of 4 verschillende tinten blauw. Om toch een beetje die schaduw te krijgen. Hè? En volgens mij is deze schelp ook met Lightfast gekleurd. Als ik het nog goed herinner. Ik knip wel heel vaak. En ik knip nu misschien ook ietsje sneller dan normaal. Waardoor ik misschien ietsjes minder precies knip. Maar ik wil natuurlijk niet alles te lang erover doen. Even kijken. Dan moet hier het bloemetje nog eruit geknipt. Of dat witte gedeelte hier nog even. En mijn fijne schaartje zit nog in mijn werktas. Want ja. Ik heb af en toe de luxe dat ik tijdens mijn werk kan knippen en kleuren. Maar dit schaartje is ook wel fijn. Ik ga hier even gewoon zo. Even kijken, want nu ben ik niet aan het lezen. Ja, die transparant. Ja, pastas heb ik eigenlijk ook, maar daar werk ik niet zo heel erg vaak mee. Maar dat is wel heel leuk, ja. En inderdaad, met die transparante kun je ook een leuk effect creëren, hè. Kijk. Dan moet ik deze even hier leggen, dat jullie hem niet zien. Dan komt hier de gaatjes. Dan wil ik even kijken hoe ik hem nu... Ik denk toch hieronder dat hij zo komt. Deze. Misschien een beetje naar het midden. Even kijken. Ja, met aquarel ben ik eigenlijk niet zo tevreden over wat ik dan kleur. Ik heb wel heel veel. Ik heb ook die grafietint inderdaad. Maar ik ben dan nooit zo heel erg tevreden over mijn werk. Ik heb nu wel.
dat laat ik ook nog wel een keertje in het filmpje zien. Dat ik eerst een laagje met aquarel, heel dun, een basislaagje aanleg. En dat ik dan met kleurpotloden ga kleuren. Dan is je vlak al ingekleurd. Heeft Dini ooit eens gezegd. Dan heb je dat je het wit niet helemaal weg hoeft te kleuren. Kleurt op zich ook wel fijn. Dat komt nog een keertje in een filmpje. Ja, dat is sowieso. Maar dat komt denk ik om het. Ik moet loslaten dat je met aquarel natuurlijk wat lichter kleurt. Dat het wateriger wordt. Maar als je dan inderdaad met potlood een beetje aanzet, de accenten, dan wordt het inderdaad al wel mooier. Maar ik vind het altijd wel heel mooi als een ander het kleurt. Maar ik ben toch van die fellere Copic en potlood resultaten gewend. Ja, ieder zijn ding, hè. Moet niet alles willen kunnen. Ook leuk dat je nog iets hebt wat je moet oefenen, waar je lekker mee je vooruitgang ziet door het vaker te doen. Want dat is het gewoon, hè? Je moet dingen gewoon vaak doen. Maar het is stressinkt, ja, daar kan je ook weer kleuren inderdaad. Kun je ook gewoon sverf gebruiken, hè? Zo. Dan ga ik dan deze. Denk ik zo. Want er komt nog meer bij. Maar dan lijkt die wel heel veel op die andere. Maar dat mag, want ze komen bij elkaar. Dan gaat deze hier achter komen. Maar hier komt ook nog iets anders. Misschien dat ik deze zo ga doen. Maar het was even bedoeld dat ik weet waar de stempel moet komen. Even kijken, heb ik hem nog niet in beeld, maar voorbeeld? Nee, hè? Dat ik jullie nou... Oh, ja! Oeh! Aan de kant! Jullie hebben het gezien! Mijn voorbeeld. Of ga ik hem gewoon maar hetzelfde maken? Nee, dit moet hier niet, want dan gaat het raar worden. Daar. Ja, zo gaat het komen. Dus dan mag de stempel hier in het hoekje. Ja, ik had niet in de gaten dat ik zo'n breed beeld had. Even kijken, hoe wil ik de cirkel, die rondjes een beetje. Gek is dat, hè? Dan zoek ik toch dat. Ja, zo. En waar is de stempel hier? Die mag hier in het hoekje. Dan zit hij wel op dezelfde plek als mijn voorbeeld, maar dat maakt niet uit. Ik ga nu gewoon even besluiten dat het zo moet, want anders zitten we hier over een uur nog. En dat was niet de bedoeling. Oh. Cover me in flowers. Even twee keer. Ja, dat is zo leuk van die pagina's maken. Ze zijn voor jezelf, dus dan mag je wel lekker een beetje in uitpakken, hè? Nou, hier moest nog schut in. Dan is mijn schutdingetje klaar, dan kan ik dat... ja, ik blijf wel rustig, hoor. Maar ik wil nog zoveel, want ik heb nog veel meer... Ik heb nog een iets op deze kaart wat ik... Nou, ik ben mijn lepeltje kwijt, maar dan doe ik het maar heel even zo. Ik vind het handigste om hier mijn schutmateriaal op te doen. Sommigen leggen het hierin, maar dan moet je hier echt... Ik vind dat zo'n gepriegel om daar dan zo meteen recht op de plak te krijgen. Dus ik vind dit het handigste. Nou, dan is het altijd, vind ik, een beetje lastig hoeveel moet erin. Nee, het gaat maar om dat het een beetje schudt en glittert. Want dat is eigenlijk het idee. Ik had ook nog deze balletjes, die flower pearls. Oh, jullie blijven gewoon. Nou, dan ga ik gewoon naar mijn makje door. Ik vind het wel leuk, ik ga maar door. Nou,
Dit is even een beetje lastig, want die gaan natuurlijk naar alle kanten op omdat het ding een beetje scheef is. Dat is ook niet zo handig, want het mag niet aan de zijkant liggen. Dus ik moet er even goed opletten dat er niks van zo'n balletje of een pailletje hier op mijn plakrandje ligt. Nou, jullie blijven allemaal lekker in het midden. Ja, dat is gelukt. Nou, nou gaat mijn beschermtapeje hier nog af. Zo, en dan is het zaak dat ze netjes op elkaar komen. Ik kan eventjes een beetje die rondjes aanhouden als lijntje. Even goed aanduwen. Nou, dat roze bakje heb ik niet. Ik denk altijd maar gewoon, dat kan ik zo ook wel. Maar heb ik hier eventjes... Nou, het schudt, mensen. En hier liggen nog balletjes. Nou, dat was dus mijn schutgedeelte. Die komt hier. Maar ik had nog bedacht dat ik... Even deze kleine kant. Deze nog ga gebruiken. Die heb ik van de week ook gebruikt. Want die vind ik echt hartstikke leuk. Kijk, en ik heb dit nu met die porthole gedaan. Maar dat kan natuurlijk ook met gewone cirkelstans. Hè? Want ik gebruik die porthole natuurlijk nou helemaal niet zoals die bedoeld is. Hè? Ik vond deze leuk. Die heb ik van de week al bij mijn Minte-creaties gebruikt. Alleen ik ga hem nu gewoon... toen heb ik hem verlengd. En nu ga ik hem laten zien hoe dat je hem dubbel kunt maken. Kijk, ik wil dit zo meteen hier hebben. Die poppeltjes vind ik hier wel heel erg leuk. En dan laat ik heel even snel nog zien hoe dat ik dit gedaan heb. Want het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een stroop. Deze is slimline formaat. Lineaal nou weer kwijt. Lineaal weer kwijt. Ik heb hem al. Dus dat betekent dat hij 21 lang is. Nou, ik snij hier dus even een strook af van 21. En zo is het eigenlijk net een beetje een kantje, hè? Denk om je ruimte voor de gaatjes. Ja, 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 inderdaad. Dankjewel. Dat is inderdaad wel de voornaam dat ik daaraan denk. Dankjewel voor de herinnering. Nou, de stans is 1,5 als je hem uitstans. Dit stukje is 1,5. Nou, ik heb dus 1,5. Ik wil in de lengte, in de midden een strookje van 1,5 hebben en dan hier 1,5. Dus ik maak hem 4,5 bij 21, mijn strookje. Ja, dat zou ik ook bijna hebben kunnen vergeten, hoor. Ja, dan los ik hem ook wel weer op, want dan wordt het gewoon gemat op een ander velletje. En dan komt hij in een andere planner. Nou, dan is het... Dat je hem hier in het hoekje legt tegen deze rand aan. En dan deze twee aan het einde van je papiertje. Ik plak hem even vast. Ik zet hem even aan. En ik zet dan zo, ik ga het hier verschuiven. Dat dacht ik al wel als ik hem eentje vastzet. Dan moeten we natuurlijk ook met twee vastzetten. 1, 2. Ik had daar bij die andere ook weer bijna. Het kan net de gaatjes bij mijn voorbeeld. Ik leg dit alvast even een beetje terug. Dan ga ik hem alvast een beetje meer naar deze kant schuiven. Kijk, nou is ook die vlek weggewerkt. Dat is per ongeluk. Zo, zo gaat het dadelijk komen. Hij is al wel ver af, hoor. Kijk, nou, deze is dus aan één kant nu eruit. Even voorzichtig de tapejes eraf. Nou is het eigenlijk een kwestie
van hem omdraaien. Hier heb ik hem. Even helpen. Even de gaatjes een beetje eruit. Dan hoef ik ze dadelijk niet met mijn papiertje te frutselen. Dat is dan weer wel natuurlijk met die standjes met de... Nee. Ik ga dadelijk toch deze gebruiken. Dus ik doe het alleen maar heel even voor. En dan draai ik hem om. En dan leg ik hem hier tegen het randje. En zo kun je hem dus zo breed maken als je zelf wil. Ik heb dus nu besloten dat er een in het midden 1,5 moet zijn. Als jij zegt, nou ik ga daar een hele kaart van maken. Dan doe je hem breder, hè? Dan kan je er gewoon een... Kijk, als jij dit hier doet, je telt er dan, even kijken, 1,5 en 1,5 is 3. En een slimline waar kan zijn 11. Dus dan kan je in het middenste stukje, kan jij nog zo breed maken. Dan heb je eigenlijk al een basiskaart. Dus zo kun je die randstans ook gebruiken, hè? En zo kan je die van Janine ook gebruiken natuurlijk, hè? Dus die zijn ook altijd. En dit, weet je, nu heb ik hier maar een heel smal randje wat hier afkomt. Maar als je dit, als je hem verder aan de kant legt, dan heb je hier eigenlijk 2 verschillende randen. Dus die zou je ook nog kunnen gebruiken. Dus ja. Haal meer uit je stans is het dan, hè? Nou, ik laat het heel eventjes zo zien en dan haal ik die gaatjes er straks, die haal ik er straks wel uit. Want hier zit denk ik... Zitten ze meer in vast. Ja, zie je. Nou, en dan is hij klaar. Dus dit is dan eigenlijk het idee wat ik nog van die randstand had bedacht om aan jullie te laten zien. Zo. En hier, deze moet ik even op maat maken. Want hij is ietsjes, want ik heb natuurlijk 20, de pagina's 20. Even hier een streepje zetten. Waar is mijn papier? Leg ik die even hierin. Zo, die maak ik even zo op maat. En dan heb ik hier nog lint en koord. Dan moet er nog overheen. Nou, dit is dat leuke... lint met die vierkantjes. Ik zou hem eventjes niet op voorraad hebben in de webshop. Maar ik heb hem toch, ga hem toch gebruiken. Die zal vast wel weer komen. Want Janine is ook van de lintjes. Hè? Dat is een dubbelzijdige tape. Zet ik even hier aan de achterkant. Een tapeje. Een stukje. Meer aan de kant. Zo. Ja, dit is echt keigaaf lint. Die hebben ze in verschillende kleuren. Andere kleuren zijn nog wel verkrijgbaar. Maar dit blauw is er even niet. Nou, even. Hier ook een tapeje. Je kunt het ook strikken, want ik had eerst nog gedacht, ik doe er een strik bij, maar die daar wordt te veel. Maar je kunt het ook goed strikken, dit lint. Nou, deze moet dus hier ook omheen gevouwen. Nou, dat dit een beetje zo bobbelt, maakt niet uit, want dit gaan we zo meteen toch vastplakken. Maar hij zit aan de verkeerde kant. En dan heb ik nog koord. En dan gaan we alles opplakken hoor. Dan heb ik alle techniekjes die ik wilde laten zien gedaan. En dan ga ik hem in elkaar zetten. Even kijken. 2.
Zo, want anders zit het allemaal... Het blijft dadelijk allemaal op zijn plek zitten als ik het vast ga plakken. Nou, nu gaat het even eigenlijk zijn eigen gang. Zo. Even een stukje. Heb ik hem nog te strak zitten. Volgens mij krijg je bij die DIY albums inderdaad alles erbij behalve lint en zo. Moet je dat van je eigen voorraad pakken. Nou, hier zit dus nu een strook dubbelzijdig tape op. Ik hoor niks. Is het geluid weg? Ik doe helemaal niks. Ik heb niks geks gedaan. Kan zijn dat er een sms'je binnenkomt. Ja, dat was buiten, dat geschetter. Heb ik nou weer geluid? Oh, een bel. Ja, dat is buiten. Buiten was een kindje met iets geks aan het lopen. Oh, dan is goed. Ik denk al heb ik geen geluid. Ja, ik zie wel dat mijn vader een appje aan het sturen was. Ik denk, is daar misschien een... goed zo. Dan is het goed. Even paniek. Zo moet hij. Aan de binnenkant heb ik bij de voorbeeld ook. Nou, even goed van de kanten plakken. Want dan kunnen daar de gaatjes nog in. Dankjewel nog voor de tip. Zo. Die komt hier. Nou, deze ga ik zo meteen even kijken. Waar komt mijn cirkel? Ga ik hier heel eventjes een klein beetje. Hij is een beetje eigenwijs. Dan ga ik het hier even onder plakken. Dan plak ik hem hier ook even vast. Blijft hij toch zitten. Nee, geeft niks. Ik had die opmerking van dat geluidje gemist. En ik heb expres mijn raam al dicht gedaan, want ik hoorde al dat er veel kinderen buiten aan het spelen waren. Ik denk, dat stoort allemaal. Zo, nou. Oh, ik heb niet gespetterd. Ja, ik heb wel gespetterd met water, maar ik moet ook nog even spetteren. Oh, ik ben ook nog iets heel belangrijks vergeten. Ga ik toch nog even laten zien. Oh, heerlijk. Ik heb weer een heerlijke weerwaf. Ik ga dat toch nog eventjes een beetje doen. Weet je wat namelijk ook nog heel leuk is? Om dat blauw een klein beetje af te zwakken. Dan zullen jullie misschien denken van, oh, wat ga je doen? Ik pak een beetje gesso. En ik pak mijn breiertje. En ik ga mijn gesso uitrollen. En dan krijg je nog een beetje een grungy effect. En dat had ik eigenlijk willen doen op de stap voordat ik ging stempelen. Dus dat is eventjes nu voor jullie een... En het, ja, dat geeft net even iets nog dat blauw afzwakt. Leuk, hè? Dus ja, dat is eventjes, dat had eigenlijk gemoeten voordat alles erop geplakt zat. Dus dat staat die pot gewoon voor mijn neus en dan vergeet ik het, hè. Ja, vind ik ook mooi. Dus daar wilde ik jullie nog eventjes niet onthouden, dat eigenlijk had gemoeten. En hier ga je dadelijk toch niet goed zien, want er komt dat ding over, dus dat is niet erg dat. Want het was mooier geweest als het natuurlijk doorgelopen was, hè. Ik pak nog een beetje gesso en een beetje water. Ik leg dit allemaal expres aan de kant mijn kleurwerk, want ik ga spetteren. En dan weten jullie het wel. En ik spetter gewoon met gesso. Witte kloddertjes van de gesso. Nou,
dankjewel Emmy. Maar jullie zijn ook allemaal creatief. En ik, dit is allemaal niet zelf bedacht. Hè. Ik kijk ook heel veel lives van anderen. En dat bij elkaar komt het tot mijn eigen creaties. Hè. Kijk. En dan spetteren we nog eventjes. Witte spetters. Nou, daar komt hier wat wit. Is dan niet zo erg dat het daar. Dat ook, ik doe dit dus eigenlijk nooit spetteren als er al iets op mijn creatie zit. Ja, nu moet ik wel, want ik had het vergeten. Kijk, en dan zitten er net eventjes wat witte spettertjes op, hè? Geeft allemaal leuk diepte op je kaartje. En ja, wat niet, ik doe het natuurlijk nu in een art journal. Maar het kan natuurlijk ook gewoon op een kaart, hè? Nou, ik moet even de spettertjes drogen nu, want hier kan ik natuurlijk niet meteen op gaan plakken. Want nu ga ik plakken. En eigenlijk doe ik dit veel te weinig vanzelf van die achtergronden maken, omdat ik natuurlijk zoveel papier heb. Maar ik vind het echt hartstikke leuk. Even dus een beetje voorzichtig nu, want nu merk ik wel dat ik geen aquarelpapier heb gebruikt. Dat ik per ongeluk mijn verkeerde velletje pakte. Maar dat komt dadelijk wel goed hoor. Dat kan ik dadelijk wel weer recht krijgen. Want hier zit nu natuurlijk die tape onder. En die gaat ook, die reageert nu ook op het water. Of op de heat tool. Maar goed, als dadelijk die warmte eruit is, dan kan ik hem weer vouwen. Kijk. Zo. Ik heb mijn heat tool aangezet. En ik ga hem in elkaar plakken. Deze kan hier. Die ga ik wel gewoon met de stoebedoe doen. Nou, fijn dat jullie het een leuke live vinden. Ja, ik vind het ook heerlijk om te doen. Zodat geklieder en van een wit velletje helemaal je eigen creatie maken. Dat is echt, jullie zullen het zien. Ik heb dezelfde techniek gebruikt en dezelfde kleurtjes gebruikt. Even die cover me with flowers moet natuurlijk wel recht. En heb je gezegd dat je denkt, ja, ik ben geen kleurder. Ik kan daar niet of ik hou daar niet van. Je kunt ook gewoon plaatjes knippen, hè. En of de uitdrukvelletjes van Find It. Dan doe je het daarmee, hè. Dat kan ook. Even kijken. Ik doe hem zo. Ik ga hem gewoon zo plakken. En dan heb ik ook nog uitgestanst. Die favoriete takjes van het, op het moment van mij. Die vind ik heel erg leuk. Een beetje bij het zeethema passen. Die piept hieronder uit. Hier maak ik alweer een nieuwe van. Nou, graag gedaan voor degenen die af aan het haken zijn. Ik ben bijna klaar. Ik ga maar even in elkaar plakken. Dan ga ik nog eventjes mijn voorbeeld laten zien. En ik ga daar even kijken. Want ik heb nog eventjes die ene onder het blokje liggen. Hè? Dat we zonder drogen hebben gedaan. Hè? Dat vond Yvette even kijken. Hoe dat uitpakt. Zo gaat het komen. Ik besluit gewoon dat dit de compositie wordt. Nou, heel graag gedaan. En hij komt op YouTube en dan kan je het eind kijken. Hè? Oh, ik moet eigenlijk hier die stukjes nog uit snijden. Ja, dat is sorry, ga ik toch even doen. Want dat is natuurlijk wel zonde, hè? Als ik hier al die witte stukjes in laat zitten. Als je nu eventjes twee tellertjes geduld hebben. Nou, die kleine stukjes, die doe ik altijd gewoon zomaar een beetje met dit vingermesje. En dadelijk kan ik er weer net eventjes bij met mijn schaartje.
Zo heb ik net iets meer grip op mijn mesje als op een stellingmesje. Dus dit doen we een beetje gewoon grofweg. Fijne avond allemaal. Ik zeg tegen jullie tot volgende week maandagavond. Degene die nu, dan ben ik er weer. We gaan eens kijken wat we dan weer gaan verzinnen. Aanstaande zaterdag hebben we van het designteam bij elkaar komdag in Rijssen. Maar ik moet werken helaas. Dus ik kan niet komen. Zo jammer. Het is zo gezellig om elkaar weer te zien en eventjes met elkaar ideetjes te bedenken. Ja, volgende keer maar weer. Maar goed, voor jullie zijn er die dag wel gewoon ook lives. Hè? Dan komen de andere, ik geloof dat Corine er is en Marianne. Ik vind het zo wel goed. Als dit er nog uit is, dan laat ik het zo. Maar dan is het wel mooier dan net, hè? Zo. Dit is dan wel niet echt helemaal rond nu. Vierkant gesneden. Die gaat zo. Die. Even kijken. Hoe ga ik hem neerleggen? Helemaal. Zo. Dan zie je die flowers niet meer. Hè? Moet ik hem daar natuurlijk niet overheen plakken. Oh, sorry. Ik ben weer eventjes... Dat zal toch altijd een keer moeten. Even met mijn haar in beeld. Dat is wel leuk als dit hier overheen komt. Is er nog een ding in? Nou, zo. Plak ze even maar gewoon grofweg erin. Dan plak ik ze zo meteen na de live even goed vast. Dat ze wel eventjes op de plek zitten. Dat is te lang. Hup. Zo. Deze. Had ik nog erbij gepakt. Ja. Deze keer heb ik er dit bij gepakt. De stikkels. De diamonds. Daar zet ik eventjes nog wat bling bling in de hartjes van de bloemen mee. Dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde dan wat we straks al zeiden. Die Nuvo drops. Dit droogt dan ook op. En ik had op mijn voorbeeld... Had ik daar nog drupjes mee gemaakt. Maar ik zal nu eventjes laten zien hoe ik dat altijd doe met, met dat schutmateriaal, had ik gezegd. Hè? Dan pak ik gewoon het dingetje wat ik wil hebben. Met mijn pincet op. Even kijken welke wil ik hebben. Maar dan kan ik... deze valt niet zo op. Want deze hebben die witte. Even zien. Kijk. Ik doe het of zo met een drupje. Dat doe ik eigenlijk met alle sequins. Kijk, en als je die dan gewoon uit je bakje vist. Die je leuk vindt. En je pakt het met je pincetje vast. En aangezien ik graag plak met het lijmpistool. Kijk, dus dat doe ik gewoon zo. Dus zo gebruik ik eigenlijk normaal gesproken het schutmateriaal. Nou, ik pak even het voorbeeld erbij. Kijk, dat is de andere kant van de pagina. Dus ik heb nu, ik moet even uitkijken dat ik niet in in die dropjes ga. Deze heb ik weer net met wat andere kleurtjes gekleurd.
Hier komen dan aan deze kant de gaatjes. En hier daar, dat kan ik nu niet laten zien. Dat kan ik wel laten zien. Kijk, hij komt in deze map, die van Stuur Light. Die, eventjes deze aan de kant, want ik ga daar het stuk in liggen. Daar heb ik al die werkjes in die ik de laatste tijd gemaakt heb. Hè? Dus die, daar zitten de kant-en-klare pagina's in. Meestal snij ik ze zelf, want dit is, je kunt ook op dit papier rechtstreeks die techniek doen die ik nu doe. Kijk, die komt dan hier, die plak ik op. Deze heb ik gisteren gemaakt, die zou ik vandaag kunnen plakken. Deze doe ik nog eventjes een dagje laten drogen, zeg maar. Dat al het water eruit is, dan trekt hij weer wat rechter. Kijk, en dan past hij net, dan geeft dit net zo'n wit matlaagje. Hè? Dus dit is, dit zijn mijn art journal pagina's geworden. Met de leuke stempels. En dan ga ik heel eventjes nog die ene dingen pakken. Eventjes zo. Dan gaan we eventjes kijken. Deze hebben we nu dus gewoon aan de lucht laten drogen. Wat er gebeurd is. Nou, eigenlijk hartstikke leuk. Kijk, in het midden is het nog een klein beetje vochtig. Maar dit is eigenlijk ook wel een leuke. Maar goed, omdat hij, het vocht loopt een beetje naar het midden. Dus daar geeft hij dan net weer een ander kleurtje. Kijk, en als je ziet, hè, ik heb maar één kleur gebruikt. Ik heb alleen de faded jeans, de gewone, hier gebruikt. Kijk eens, in het midden zit het een andere. Is het net een ander kleurtje geworden. Dus Yvette, het kan. Je kunt hem gewoon laten drogen. Dan krijg je het ongeveer zo. Dus dankjewel voor jouw vraag. Dan weten we dat nu ook allemaal weer, hè? Nou, ik vond het supergezellig. Ik zie dat het statief verlegen is. Dus we zijn gigantisch uitgelopen. Maakt niet uit, het was gezellig. En als het gezellig is, dan vliegt de tijd, hè? Nou, ik zou zeggen, ga lekker zelf aan de slag met je inktjes en maak zelf leuke pagina's. En ik bedank jullie weer voor deze gezellige live. En tot volgende week. Doei!